Nederland zijn er gelukkig heel veel mensen die zich inzetten voor het goede doel. Vandaag mag ik meelopen met een serviceclub en ik moest dat ook even opzoeken wat dat nou precies is. Maar een serviceclub is een vriendengroep, een vriendenclub met een missie. En vandaag de dames waarmee ik mee mag lopen, die hebben een fundraising actie gedaan voor de Children of the World. En ik ben heel benieuwd, ik ben in Bergen op Zoom, hoe die fundraising actie is gegaan. En de vooroordelen over serviceclubs zijn dat ze alleen houden van feesten en borrelen, dat het voornamelijk oude mannen zijn, ze zijn elitair en je bent vooral lid om te netwerken. Kiwanis is een internationale serviceclub met clubs over de hele wereld dus. En ook een honderdtal clubs in Nederland. En wat we doen is geld inzamelen voor het goede doel. Dat doen we door fundraising op allerlei manieren. En het goede doel gaat vaak te bate van kinderen. De slogan is Serving the Children of the World. Dus de meeste goede doelprojecten gaat over kinderen. Komt helemaal goed aan. Dankjewel. Hey Kim. Hey, goedemiddag. Ik zie dat er al drank in het spel is. Ja, klopt helemaal. Dat gaat wel heel snel, hè? Ja, we zijn al vroeg begonnen. Ja, want heeft dit te maken met de fundraising actie? Ja, deze die heeft heel veel te maken met het evenement van vandaag. Dus dat is heel belangrijk. Ja, want wat hebben jullie gedaan? We hebben een actie met z'n allen opgezet. Met de verkoop van wijnflessen met onze Kiwanis Damesclub. En daarmee krijgen we vandaag een mooie uitreiking aan het goede doel natuurlijk. Ja, want jullie hebben deze flessen verkocht. Ja. En dat is goed gegaan? Ja, dat is heel goed gegaan. We zijn heel trots op de opbrengst, dus daar gaan we vandaag mee aan de slag. Nou, ik wil alles van jullie weten en wat jullie allemaal doen, want ik ben heel benieuwd, want jullie zijn een vriendenclub. Ja. Mag ik lid worden van de vriendenclub, ook al zijn het heel veel dames? Ja, tuurlijk. Vandaag ben je een van ons. Ja? Ja. Helemaal goed. Leuk om met je mee. Ja, dank je. Er gebeurt echt van alles om ons heen. Alles wordt klaargezet en gedaan. Komt allemaal goed volgens mij, hè? Zeker. Hebben wij even tijd om even te kletsen. Want Kim, waarom ben jij vrijwilliger geworden voor dit doel? Nou, ik vond het belangrijk om naast mijn werk ook een maatschappelijk doel te steunen. En ja, Kiwanis Nederland staat gewoon voor een heel mooi doel. En dat is voor kinderen. Dus al het werk wat wij doen met z'n allen is echt speciaal voor kinderen. Ja, en het is dus echt vrijwillig. Dus jullie zorgen dat er fundraising acties worden bedacht. Dat doen jullie zelf? Ja, absoluut. Dat doen we zelf. Binnen onze club hebben we verschillende commissies. Elke commissie heeft zijn eigen taken. En uiteindelijk met als doel geld binnenhalen voor het goede doel. En nou is het zo dat jullie die fundraising acties zelf uitvoeren, maar bedenken jullie ze ook zelf? Ja, die bedenken we helemaal zelf. En uiteindelijk werken we samen om het voor de hoogst mogelijke opbrengst te gaan voor ons goede doel. En nu zijn jullie ook gestart met de vrouwenclub en die is ook gegroeid. Is het moeilijk om mensen te krijgen? In het begin, met name de opstartfase, was het wel pittig om mensen te vinden. Met name vanwege bepaalde vooroordelen die er dan toch wel zijn voor de Kiwanis. Maar uiteindelijk is het gelukt en zijn we nu een club van 25 vrouwen. Dus we zijn allemaal even enthousiast. Wat zijn die vooroordelen? Nou, onder andere dat veel mensen toch wel denken dat er oudere mensen in de club zitten. En dan bedoel ik 50 plus. Nou, kijk naar ons. Wij zijn een club van 25 vrouwen. Van 31, ik ben de jongste, tot aan boven de 60. En daarnaast denkt men nog steeds wel dat wij alleen maar bestaan voor het netwerken, voor het feesten en het borrelen. En tuurlijk, dat is een heel belangrijk onderdeel, want je moet het samen op een leuke manier organiseren. Maar uiteindelijk is het doel het belangrijkste en dat is zoveel mogelijk binnenhalen voor ons goede doel wat we uitgekozen hebben. De dames die zijn nog steeds in volle gang met de voorbereiding. Ik zie daar ook de check. Wat wordt daar zo meteen mee gedaan? Ja, klopt. Wij hebben met alle 25 dames zijn wij hard aan de slag gegaan om flessen Prosecco te verkopen. Ja. En de pure opbrengst die gaat uiteindelijk naar de zorgvilla. En straks dan gaan we aan Patricia, de eigenaresse van de zorgvilla, gaan wij de opbrengst overhandigen. Dus we hopen natuurlijk wel op een hele vrolijke en blije reactie. Ja, dat gaat wel goed komen, denk ik. Ja, denk ik ook. Lieve Patricia, wij hebben iets moois voor jullie, voor de zorgvilla vanuit Kiwanis Belfluusjes. Wij hebben een mooie actie gehad, de Prosecco-actie met blij. En ja, nu zijn wij heel blij om jou iets te mogen overhandigen. Voor jou een check
met snoezelattributen voor de zorgvilla, alsjeblieft. Geweldig. Heel veel plezier ermee. En ja, als het mag willen we heel graag natuurlijk, als straks alles geïnstalleerd is, langskomen om te kijken ja, hoeveel plezier de kinderen er aan hebben. Dankjewel. Yay! Het is een fijne dag zo voor jou, hè? Ja, ontzettend blij en dankbaar dat de dames van Bellevluesjes bij ons geweest zijn. Dat wij voor het goede doel uitgekozen zijn. Ja. Ja, onwijs blij check overhandigd gekregen te hebben. En ja, alles voor de kids. Ja, ik heb het helemaal naar mijn zin. En ik vind het zo ongelooflijk gaaf om te zien dat die vrouwen als vrijwilliger met elkaar die enorme passie hebben om zulke mooie dingen te doen zoals we vandaag hebben gezien. Gaan we genieten van het zonnetje? Lekker, hè? Mm, lekker.